in alles wat ik heb gezegd en alles wat ik heb gedaan. In de tranen en de dromen die in mijn ogen staan. Is iets van jou aanwezig, want je bent er altijd bij. Omdat je met me meereist als een deel van mij. We zijn verbonden, al gaat het nu niet meer. Ooit zie ik je weer. Onze vriendschap overwint altijd. Al ga ik niet dezelfde weg als jij. Alles wat er ooit gebeurt en alles wat er komen gaat, heb ik een blind vertrouwen dat je naast me staat. En als jou de grond te heet wordt, dan ga ik voor je door het vuur. Verschillende karakters, maar hetzelfde avontuur. We zijn verbonden zo. Met zwart. Jij zit in mijn hart. Dag groep 8. Ik hoop dat het toch gelukt is om jullie een traantje te laten wegpinken. Want jullie zeiden allemaal, juf, je bent wel goed in dat editen, maar ja, we hopen niet dat je het te zielig maakt. Ik heb het toch geprobeerd. En ik hoop eigenlijk ook stiekem dat het gelukt is. Ik ga natuurlijk ook voor jullie een filmpje maken. Want jullie vroegen mij van de week, ga je ook voor ons zo'n filmpje maken als voor de andere groep 8? Toen zei ik, ja, maar het is wel heel druk, hè jongens. En ik moet verhuizen, ik moet dozen inpakken. Maar natuurlijk ga ik voor jullie ook zo'n filmpje opnemen. En dat is gelukt. Ik bedacht me, welke juffen en meesters moet ik nou vragen om iets over jullie te vertellen? Want jullie hebben er heel veel gehad. Toen dacht ik, eigenlijk hebben jullie er het afgelopen jaar, denk ik, genoeg gehad. Want ja, ik was er natuurlijk even niet. Juf Kira was er, juf Machteld was er. En toen ik terugkwam, waren meester Peter en meester Sam er ook nog. Ik denk dat zij genoeg over jullie kunnen vertellen. Natuurlijk alleen de positieve dingen. Geen negatieve dingen, geen gekke dingen, helemaal niet. Ga lekker zitten en geniet ervan. Iedereen is geslaagd. Tekenkampioen. En dit woord heeft dan in dit geval twee betekenissen. Ze kan en heel goed tekenen. En ze ontdekte bij iedereen de teken. Want wij gingen iedere dag bij iedereen even langs met een tekenkaart. Ja, jullie zien het wel. Voetbaltalent. Groep 8 hebben jullie in groep 6 eigenlijk geleerd. Hè? Ik weet niet of jullie het nog kunnen herinneren, maar jullie kwamen binnen. Leuk groepje. Nou, ik ben toen voor het eerst keer gaan voetballen en toen zag ik Kian voetballen. Nou, het leek helemaal nergens op. Dus ik had tegen de meiden gezegd van, joh meiden, jullie moeten even helpen. Want er zitten een paar jongens tussen, nou, dat wordt helemaal niks. We gingen elke dag meiden tegen de jongens voetballen. Ja, de rest is eigenlijk geschiedenis. Alle meiden uit nieuw groep 8 kom ik tegen bij DSO. Ze zijn allemaal op voetbal gaan. De jongens, ja, dat was natuurlijk helemaal een succesverhaal. Want jongens, wat hebben wij voor fantastische prestatie neergezet. Met een team bestond uit voetballers, bestond uit niet-voetballers, bestond uit vrienden, bestond uit kinderen die met elkaar niet zo vaak spelen. En ja, we hebben gewoon vanaf moment 1 hebben we daar eigenlijk een soort vriendenteam van gemaakt.
moesten de eerste paar wedstrijden spelen en we wonnen. En we wonnen nog een keer, we speelden een keer gelijk. En we waren zomaar kampioen van die dag. Nou, dan ga je verder naar het toernooi om de beste van Zoetermeer. Ja, en dan kom je wel echt goede teams tegen. Pogba, Ronaldo kwamen we tegen. Nou, voor onze jongens was niks te gek. We hebben ze erop geslagen. Halve finale. We komen er nog heel goed erin, Joshua. Ik denk dat jij het ook al weet. 0-0 tegen de andere Oostwijzer. Die andere Oostwijzer had echt een paar goede voetballers. En in een van de laatste minuten komt de bal bij Joshua. Zit niet te voetballen, hè, dames en heren. En hij schiet hem gewoon binnen de paal. En volgens de finale 2-1 gewonnen. En één groot feest. De huldiging, ik weet niet of je dat nog voor ogen hebt, maar ja, kippenvel. Echt jongens, fantastisch. We waren een super groep. Met voetballen fantastisch, maar ook gewoon in de klas met lessen. Dus een kanjers. Hallo jongens, wat hebben jullie een onwijs goede musical gespeeld. Echt heel fijn om te zien. Jullie zijn een hele energieke groep en dat zie je vooral op het podium, maar ook in de klas. En dat is zo onwijs leuk om mee te werken en jullie zijn onwijs leuke kinderen stuk voor stuk. Ik heb onwijs veel van jullie geleerd en ik hoop jullie ook nog een klein beetje van mij, maar dat zullen we later nog wel een keer zien. Heel veel succes op het voortgezet onderwijs. Ook dat gaat jullie helemaal goed lukken. En we zullen elkaar vast nog een keer ergens tegenkomen. En heel veel succes in de toekomst. Hallo. Hallo, je bent in beeld. Oh, hoi, sorry. Ja, luiaard en luiaard hier of zo. Gelukkig had jij ook wel luiaards in de klas, hè? Zo'n Lemia, kanonne. Die sliep al op de hele weg in de bus. Echt ongelooflijk. Daar kan ik gewoon jaloers op zijn. Maar wel verder natuurlijk super aanwezig als het hartstikke gezellig wordt. Bijvoorbeeld in de leerlingenraad, dan was ze helemaal wakker. En wie ook lui leek misschien, omdat ze gewoon een beetje stilletjes zijn, dat is dan bijvoorbeeld een Daan en een Lara. Die hoor je niet zoveel, maar eigenlijk zijn dat geen luiers. Die hebben gewoon een wijze humor, want op het moment dat je een grapje maakt, nou dan zijn ze klaar wakker. Die zijn er helemaal bij. Dat ga ik ook nog maar eens missen. Maar nu ga ik er even een liedje. Dat was ook wat, hè, jongens en meiden. Heb je je adviesgesprekken halverwege het schooljaar? Het moment met je juf kan ze daar helaas niet bij zijn. Ik heb ze met liefde gedaan voor jullie. Alleen vond ik het zo jammer dat het via Teams moet. Want gewoon in een setting zoals dit was het natuurlijk veel leuker geweest. Maar ja joh, hè? Voor Dani maakt het eigenlijk niet uit. Want die was vergeten bij zijn eigen gesprek aanwezig te zijn. Wel jammer, Dani. Want je had een prachtig advies. En ik had het je graag persoonlijk verteld. Sivan! Of moet ik eigenlijk zeggen, Mr. Sexy. Ja, ik heb genoten van je in de klas, maar ook vooral echt op kamp, waar je ja, toch als een soort Mr. Cool jezelf over het terrein bewoog. En ik wil je heel veel succes wensen dadelijk op de middelbare school. Ciao. Jeromy en Feline, jullie kwamen na het uitdelen van de rollen van de musical een beetje teleurgesteld naar me toe van juf. Ja, we hadden eigenlijk toch wel een grotere rol gewild. En toen zei ik, dames, jullie gaan van deze rol echt iets maken. En dat is ook gelukt. Jullie hebben je de rol helemaal eigen gemaakt. Extra dingetjes eraan toegevoegd. Jullie werden ook steeds zelfverzekerder. Ik vond het heel leuk om te zien dat jullie steeds meer echt als modellen opkwamen. En je steeds meer als modellen gedroegen. En daarbij, ja, eigenlijk waren jullie het hele jaar supergezellig. Zorgzaam, lekker kletserig naar elkaar toe. Maar wisten ook hard te werken. Top gedaan, meiden. Gianluca, jij gaat nou van school af. Maar ik heb een hele blauwe arm van jou, hè? Ja, ik merk het wel. Elke keer als jij langs loopt, geef me even een stomp op zijn schouder. Maar Sylvester ook, toch? Sylvester ook, ja. Ik ben eigenlijk blij dat die van school gaan. Zeg. Ja. Heb je echt last van ook? Ja, ja, ik word elke middag word opgewacht door ze. Ja, jullie geloven het niet, maar echt waar. Lieve van Romy. Het meest gebruikte woord van jouw kamp was... Meester. Je wilde alles weten en we hebben je lekker in de maling genomen. Ik heb een top half jaar met je gehad. Ik wil je heel veel succes wensen op je nieuwe school en veel plezier. En het is op middelbaar geen meester, hè? Nee, dat ze dat even. Meneer. Ja, meneer. Meneer, oefen maar vast 6 weken lang. Meneer. Nou, er waren op zich niet heel veel kampliefdes dit jaar, maar we hadden wel één dame die goed op de markt lag. En ja, dat was Aya, want Aya had niet alleen Shivam achter zich aan, maar ook nog Aurian. Ze was aanwezig. Weet je wanneer ze vooral aanwezig was? Nou? Bij het ontbijt. Ja, zeker. Toen stond ze meteen al aan. Wij iets minder, maar Aya zeker wel. Ja, die had vaak vragen inderdaad. Ja, vaak vragen. Stoere Aurian.
Ik heb je leren kennen als een ICT-mannetje. Jij wist wel heel goed hoe je met die computers overweg moest. En vooral ook hoe je achter de computer bezig moest zijn wanneer de rest even stil was. Je hebt je eerste dag op de brugklas al gehad. Je hebt mij verteld dat je het superleuk vond en er veel zin in had. Ga ermee door en ik wil je volgend schooljaar ook heel veel succes wensen op je nieuwe plek. Nou, wij dachten toen we dit jaar vertrokken dat we 43 leerlingen hadden, maar niets was minder waar, want dat werden er toch 44. Huh? We hadden nog een deelnemer onder ons en dat was Clippy. Clippy? Clippy, ja, Clippy van Kian. Clippy van Kian. Ja, die had ook een eigen bedje en alles voor zichzelf hoor, zeker. Het was een muis. Een muis is het, hè. En maar ik vond Kian sowieso erg gezellig op kamp. Kian was echt super gezellig, heel sociaal en hij heeft heel goed geholpen. Ja, Denise en Lotte. Ze lijken niet echt op elkaar, qua uiterlijk. Maar anders hadden ze zeker een tweeling kunnen zijn. Want waar Lotte is, is Denise en andersom. En niet zelden kwam Denise aan mij vragen... Joh juf, Lotte gaat nu met levelwerk aan de slag. Mag ik daarbij helpen om te kijken of het ook lukt? Supergoed, echt ijverig ook. Dames, jullie waren echt kanjers in groep 8. En daarvoor waarschijnlijk ook. Jullie hebben hard gewerkt. Waren altijd goed bezig met helpen. Juf, mogen we nog dit doen? Mogen we nog dat doen? Terwijl ik dit vertel, zie ik hier die verhuisdozen achter me staan. Ook vandaag weer heel hard geholpen. Complimenten, meiden. Ja, Sam, jouw glimlach op je mond. Jij bent zo'n mooie vrouw. Wat ben je aan het doen? Robin, ik mis je. Kamp Disco, jij was mijn tweede man met de microfoon. Jij moet het podium op. Los van dat je je best moet doen op school en je diploma moet halen. Maar jij moet dadelijk een podium op. Iedereen heeft het gezien. Hopelijk bij de musical. Ik heb het gezien op kamp. Wij zagen het eerst. Wij zagen het als eerst. Je bent een topper. Jammer alleen van dat voetbalclubje van je. Maar goed, het is je vergeven. Veel succes. En nou zag ik ook nog een filmpje langskomen, juf Machteld, met iets met een waterfles. Ja, dat was echt heel apart. Want sommige kinderen hadden namelijk last van zandvlooien. Ja, in een waterfles. En dat hebben we even gecontroleerd. Maar ja, het was helaas dat sommige kinderen daar ook een nat pak van kregen. Maar ja, weet je, het kan gewoon gebeuren. Ja, Sylvester wilde eigenlijk dat vooral ook bij meester Peter doen. En, snap maar ik wel. Is niet gelukt. Boyt, die kon er zelf eigenlijk heel hard om lachen. Die zag daar de humor wel van in. En Desiree had gelukkig een regenjas aan. Oh, en over deze regen gesproken, die kan eigenlijk zo bij Kinderen voor Kinderen. En waar ze ook trouwens heel goed in is, ook handig voor de ouders thuis, is dat ze erg goed in helpen is. Ik heb een vraagje aan jullie. Hebben jullie wel eens de zandkorrels in Loon op Zand geteld? Ik denk het niet. Het zijn er namelijk ontelbaar veel. Maar nog meer dan er korrels daar in de Brabantse Sahara liggen, praten Melissa en Fabienne. Ze stoppen niet. Ze stoppen gewoon niet. Ik weet niet of het herkenbaar is thuis. Maar pas als het 's nachts helemaal stil was op kamp, dan waren deze meiden ook stil. En anders waren ze gewoon aan de hele dag. En supergezellig natuurlijk, want ze kwamen altijd een praatje maken. Doe jullie best, meiden, volgend jaar. Nou, ik heb op zich nog wel wat leuks te vertellen over Joanne. Oh, Joanne! Hey, ja, daar heb ik ook nog wat leuks over. Even mond dicht, je mag. Ja, ja, oké. Joanne, misschien kan jij het nog wel herinneren, maar in groep 6... we hadden het op een gegeven moment over de Tweede Wereldoorlog. En toen kwam mijn oma de klas in, oma Wil. En jullie waren helemaal onder de indruk van oma Wil, wat die vertelde over de Tweede Wereldoorlog. Maar jij bleef maar vragen stellen aan oma Wil. Ook toen oma Wil eigenlijk naar huis wilde gaan, bleef hij maar vragen stellen. En oma Wil vindt jou zo'n schatje. Die heeft het nu nog steeds over jou, Joanne. Echt, je hebt diepe indruk op haar gemaakt. Wat was dat? Ja. Wil jij ook nog iets zeggen? Nou, Joanne was de enige die echt gewoon niet bang was bij de spookentocht. En ze had een goede fluorescerende jas aan. Dus het was ook een soort van lichtpuntje voor ons. Juf Kira had voor mij nog wel iets over die spookentocht. Toch? Ja, over een aantal kilo. Ja, ja, want wat was nou het geval? Er mochten maar kleine groepjes lopen met spooktocht in verband met de sinkholes. En, zullen we dan overschakelen naar Juf Kira daarvoor? Ja, voor dat verhaal? Ja. Gaan we nu naar Juf Kira. Komt ze aan. Sinkholes. Jeetje, wat heb ik toch gelachen om jullie. Ongelooflijk. Jullie trapten werkelijk in alles. Ja, af en toe heb je een sinkhole in het bos, maar als het maar niet meer dan 150 kilo is, dan kan die het wel houden. Jullie stonden serieus te rekenen of je bij elkaar niet meer dan 150 kilo woog. Toen kon je wel hoofdrekenen trouwens. Top. Ja, in Jaden heb ik een beetje een soortgenoot gevonden. Want ja, aan het begin van het jaar kwam die bij mij in de klas en zei die juf, ik heb een EpiPen voor als ik echt een heel erg allergische reactie krijg op pinda's.
En dat was net in een periode dat ik getest moet worden op van alles en nog wat. Allergieën voor mijn ogen, voor mijn huid. En ik vond het altijd heel grappig om te horen dat Jaden dan heel nuchter ging vertellen over alle onderzoeken die hij wel eens gehad heeft. Hoe dat dan gaat. Dus Jaden, bedankt voor de steun dit jaar. Je was onwijs gezellig. En ik hoop dat je ook volgend jaar iedereen voorziet van je medische kennis. Hey, hallo. Ja, ik had even pauze, even gewoon trainen voor mezelf. Dat kan natuurlijk niet, hè Tim? Als je ongeveer 6 keer per jaar je pols breekt, je duim, je hand, weet ik het allemaal. Bij de gym kon je een paar keer niet meedoen, jammer. Maar als je meedoet, ben je echt een topper. Succes volgend jaar. Hoi. Ik moet nog even wat zeggen over de vrijdagmiddag. Elke vrijdagmiddag rond 2:30, soms ietsje later, klop klop op mijn deur, stonden er een paar leerlingen van groep 8. Jongens, soms meiden, wisselende samenstellingen, Dani, Robin, Kian, kon allemaal. Maar eentje zat er eigenlijk altijd wel bij. Dat was jij, Boyd. Juf Kira, heb je nog klusjes voor ons te doen? En dan maakt het niet uit wat ik vroeg. Kasten soppen, stoffen, tafels afnemen, kapstokken in orde maken. Wat ik ook vroeg, jullie deden het allemaal. En dat was niet per se voor het schoonmaken. Het was gewoon voor één ding na afloop. Gezellig bij mij, op de bank, lekker warme chocolademelk drinken. Nou, ik vond het top. En die school die werd er alleen maar schoner van. En dan nog gezellig even zitten na afloop. En de grootste lol hadden die dan. Zeker in het begin als mensen dachten, oh, die hebben straf, die moeten daar zitten. Wel nee, was gewoon een beloning. Super goed gedaan, ik ga het missen. Moet weer even nieuwe leerlingen ronselen. Doeg! Hoi lieve kanjers. Nou, dachten wij dat we met 43 fantastische, lieve, eigenwijze, soms een beetje drukke pubers op kamp gingen. Eigenlijk eentje extra. Nee, blijken het er toch 45 te zijn. 2 extra. Hadden we op zich geen rekening mee gehouden, maar het gebeurde toch. Ja, dat je gewoon 's morgens in je bed ligt en dat je denkt, nou, hè, 1,5 uur slaap, maar ik lig lekker. En dan gaat de deur open en gewoon boom, allemaal confetti in je slaapkamer. Ja, maar niet alleen op de grond, gewoon ook in je bed, aan het plafond. Het hing aan het plafond. Ook in het spinrag. In het spinrag, precies. Dat was niet helemaal goed. En toen dachten we dat we alles hadden gehad. Ja. En toen de volgende nacht. We gingen naar bed en we stonden onze tanden te poetsen. Ja. En we dachten, wat horen we nou? Een raar bliepje. Ja. En toen een rare geluiden. En toen gingen we zoeken en wat bleek nou? Die vuilakken, die 2 extra pubers, die hadden, je mag wel zeggen toch, vuilakken, ja. Ja, kan gewoon. Die hadden gewoon walkie-talkies in de kamer neergelegd. Ja. Ja, en de plek was ook vrij bijzonder. Onder mijn vuile was. In mijn weekendtas. Ja, lag een walkie-talkie. Ja. Nou, ik denk dat we er ongeveer 20 minuten over gedaan hebben voordat we überhaupt weer konden praten. Want we konden alleen nog maar lachen. Ja, precies. Ja. Dus extra pubers, we hebben het hier gewoon natuurlijk over meester Martin en meester Peter. Zeker. Jullie mogen volgend jaar gewoon weer mee op kamp worden. Ja, en dan wel weer dat kopje thee op bed. Heel fijn. Dank je. Dank je. Kom bij de Shuttle Run Test. Trap 1. Nog 1. Trap 9,5. Ik ben kapot. Maar Melissa Thomas niet, hè? Op kamp, in het zand, gewoon piepestest doen. Alsof er niks aan de hand is. Trap 10, maakt niet uit. Ik ga nog even door hoor, mees. Ik heb het vanaf het begin af aan gedaan. En zo was ze eigenlijk ook altijd in de gymles. Gewoon lekker gaan. Geen gekkigheid. Maar gewoon gaan met die banaan. Volhouden zo. Doei doei. Voor die mooie Italiaanse ijsje van Levi. Ja, voor die lekkere pizza. We kwamen op dinsdag aan. Op dinsdagavond werden de boodschappen bezorgd. En toen kwam Levi. En Levi heeft werkelijk waar zoveel boodschappen en naar het kamphuis gebracht en uitgepakt. En toen zat er een doos bij met diepvriespizza's. Maar jammer voor die Levi, die moest er terug. Ja, was niet voor ons. Was niet voor ons, helaas. Wel goed geholpen. Hey, toppertje. Zo, viel het mee? Ik hoop dat jullie het leuk filmpje vonden.
ja, het laatste woord nog aan mij, voordat we hierna nog even iets leuks krijgen. Een soort toegift. Ik vond het een superleuk jaar met jullie. Voor mij was het voorlopig even het laatste jaar groep 8. En ik ben echt heel blij dat ik dat met jullie heb kunnen doen en mogen doen. Met alle hulp van juffen en meesters dit afgelopen jaar natuurlijk. Kamp was echt top. Ik heb zo genoten van jullie. Het was relaxed, supergezellig. En ik hoop ook dat jullie net als ik dat kamp niet zullen gaan vergeten. Rest mij alleen jullie nog heel veel succes te gaan wensen en onwijs veel plezier vanaf volgend jaar. Eerst lekker vakantie houden, lekker lang bijkomen. Sommigen hebben wel 6-7 weken vakantie. Geniet ervan, zoek elkaar nog eens op en zoek ons af en toe ook nog eens op. Kom even laten zien hoe goed je het wel op school doet, hoe gezellig het is. Maar natuurlijk ook dat je ons af en toe wel een beetje mist. Want wij gaan jullie ook missen. Ik wens jullie alle goeds voor de toekomst en hopelijk heel snel tot ziens. Dikke kus. Doe mij een toetertje in een briezer en een nas. Ik doe er ook maar een dubbele whisky bij. Doe we vanavond gaan we remmen los. En we dansen, we springen. Nee, maar we kunnen dit gewoon heel serieus. Ja, ik vind het heel serieus. Ik slaap weer op de bank. Ik slaap weer heerlijk op de bank. Ik slaap lekker op de bank. Ik slaap heerlijk op de bank. Ja, dan loop je dan als stagiair met de bende van ellende. Ja, ja, de ergste die steekt nu zijn vinger op. Ja. Nou, het was een leuk kamp, jongens. Priscilla is zoals de hele week zoekende. Kira heeft haar partner in crime gevonden. En dan bedoel ik niet Machteld. En meester Martin, loop maar weer eens met je petje. Hey jongens, willen jullie nog wat zeggen? Zo? Nee, gewoon. Tegen wie? Tegen jullie. Maar je filmt verkeerd, nee? Nee hoor, ik film jullie gewoon allemaal. Heel goed. Kijk. Hallo. Waar gaan jullie weg? Naar een andere school toe. Dan zijn jullie weer de jongste. En dan krijgen jullie weer lekker les. Groetjes. Hoi jongens. Heel veel te zien op jullie nieuwe school. Doei doei. Nee, voor Asta's filmpje. Heel veel succes op de middelbare school. Top, maar zet hem op. Je blijft filmen, dat is wel beter. Zeg maar doei. Hè? Doei allemaal. Dag. Zeg anderhalf.